Hallo beskikkers, jij zouden vandaag op de John F. Kennedy Show en wat dan nog heen. Ja, vandaag is de start van de kinderboekenweek en ze hebben mij gevraagd om het te openen door middel van te lezen. Ja, ik kan ook lezen, dus ik ga al een paar bladzijden lezen. Nou, het lezen gaat misschien beter als ze spreken soms, maar ik ga al een paar bladzijden lezen uit een kinderboek. Wat is zoals beschreven, wat is zoals met de start kinderboekenweek hij op de John F. Kennedy Show. De dwerg bij de ingang. Jonas rent zo hard hij kan. Drie jongens zitten achter hem aan, op de fiets. Hey Dikkie Dik, waar ga je heen dan? Roept daar een. De ander roept, laat eens zien hoe hard je kan lopen. Jonas durft niet om te kijken. Straks struikelt hij nog, die nare jongens. Elke dag naar school wachten ze hem op. Ze schelden hem uit, ze jagen hem op. Ze vinden het leuk om hem Dikkie Dik te noemen. Jonas vindt zichzelf niet echt dik, maar ze pesten hem er wel mee. Ja, hier zitten Judith en Patrick. Hè? Ja, vandaag de start van de kinderboekweek in Maastricht. Dat klopt. Goed feest. Ja, mensen zijn op show. Absoluut. Ja, wat houdt het in, de kinderboekenweek? Nou, de kinderboekenweek is landelijk. Hè. Dat hebben we natuurlijk op ieder zaal. Het startzijn is vandaag gegeven. We veren op Kindcentrum Belfort, besteden daar extra aandacht door sowieso de boekenmarkt. Iedere klas is bezig geweest met voorlezen, gedichten maken. Alles staat in het teken van het thema lekker eigenwijs. Dus ieder op zijn eigen manier. Lezen staat sowieso al heel hoog aangeschreven op zaal. We hebben een fantastische bibliotheek. Er wordt nog uitgebreid. Daar werd Judith gaat meer over. Hè. We gewoon lid worden van de Biep op school. Ja. Dus misschien is dat wel interessant. Dus je hebt eigenlijk gewoon een eigen biep eigenlijk? We hebben een eigen biep, een groetjebiep. Ik heb er heel erg goed op zien. We zien dit jaar de samenwerking met Santa Ceramiek aangegangen. Waardoor we het leesniveau naar een hoger niveau willen tellen. Oké, okay, en is de biep dan toegang alleen voor de schoolkinderen of ook voor de lui biep? Alleen voor de schoolkinderen. Ja, dus moet sowieso op schaal komen. Ja, wordt er ook sowieso wel veel gebruik gemaakt van de biep eigenlijk? Ja, heel veel. Ja, en de laatste jaren steeds meer en meer. Ja. Ja, wie belangrijk is... Ja, dat klinkt misschien schep, maar hoe belangrijk is het lezen van Beuk? Ja, het lezen blijft gewoon het allerbelangrijkste. Begrijpend lezen zit er aan koppel, taal, rekenen. Eigenlijk alle vakken op zaal wat de kinderen leren, hebben ze leesonderwijs voor nodig. Want anders ja, begrijpen ze de tekst niet, begrijpen ze de taal niet. En ik merk inderdaad wat jullie ook zitten, dat het wel steeds meer gebeurt. Ook het toeslezen, voorlezen is heel belangrijk. Veel besteed op zaal, heel veel ondergrond. Er worden echt wel veel lesminuten besteed aan het lezen, stillezen. Ik heb dan zelf groep 8. Voorlezen in de ligagroepen, dus jawel, het staat echt wel heel hoog in het vaandel, ja. Ja, nu is het Meerte. Ja, Meerte, ja. Vandaag is de start van de kinderboekenweek. Ja. Wie belangrijk vindt ze dat er een biep op school is? Wel goed, want kinderen moeten ook goed lezen op, en niet alleen maar achter die games zitten en zo. Oké, deed ze zelf ook heel veel lezen? Beetje. Elke avond wel een hoofdstuk van een boek, denk ik wel. En kies dan ook een boek uit de biep? Ja, want we moeten in de morgen moeten we lezen altijd. Dus ja, dan kies ik wel een boek, ja. Maar, ja. Oké, heb je een favoriete boek? Ja, wat vindt ze spannend? Joan moest dat vind ik wel leuk, ja. De rest, ja, weet ik niet, maar ja. Hoe alles is eigenlijk leuk om te lezen. Ja, eigenlijk van actie vind ik eigenlijk ook wel best wel leuk. En ja, dat soort dingen. Eigenlijk van gevaarlijke dingen. Ook spannend. Ja. Dan moest ze later bij Waddenstoes komen werken. Ja. Maken we altijd spannende dingen mee. Ja. Oké, okay, dankjewel. SV. Ja, Demi is Demi. Demi, vandaag is kinderboekenweek gestart. Hè? Ja. Wat vindt ze ervan dat zij op de sjaal een eigen biep hebben? Leuk. Want ja. De kind gewoon hoeft niet te betalen. Als ze toesbeuk is kopen, de kind zij gewoon lenen. Leest ze zelf ook heel veel lezen? Nee. De laatste keer op deze speelplaats. Volgend jaar gaan we jullie verwelkomen bij het nieuwe gebouw hiernaast. Ik vind dat niet zo leuk. Okay. Maar als een mol dan is het wel. Als een mol, ja. Maar heb ze wel eens een boek gelezen? Ja. Dat wel. Ja. Als ze leest, vindt ze wel spannend. Ja. Maar het is niet zo dat ze elke dag in de boek pakken en ik gewoon lezen. Nee. Maar wel af en toe. Ja. Ja, Lars. Ik weet niet of de lui die kinderen. Kunnen zich wel, hè? Ja. Ja, vanochtend is de start van de kinderboekenweek. Ja. Ja. Wie belangrijk is lezen? Belangrijk voor de kinderen. Voor letters te leren. Ja. Ja. Dit is ook hier wel lezen? Niet veel.
Maar soms wel. Soms wel, ja. Als het moord wel. Als het moord. Maar niet dat ze elke dag gewoon een boek heen horen te biepen. Nee. En als ze een boek leest, wat vindt ze dat spannend in een boek? Ja. Meestal het einde vind ik wel spannend. Dus ze slijst alle bladzijden 7 en dat is gewoon het einde alleen. En wat is het spannendste boek? Wat heb je gelezen, zei u te biepen? Harry Potter. Harry Potter? Ja. En dat vond ze wel spannend? Ja. Oké, super. Nou, ik zou zeggen Lars, bedankt. Alsjeblieft. Ja, nu is het Annika. Nee, dat is al flauwekul, hè? Ja. Ja, die heb ze vandaag op de boekenmarkt 2 boeken gekocht. Ja. Die heeft ze hier wel lezen. Ja. Wat vindt ze zo spannend aan lezen? Als ik lees, dan kan ik het verhaal in mijn kop denken met afbeeldingen. En dan vind ik het dan leuk om te lezen. Oh, dus je gaat gans helemaal in met het boek? Ja. Wat is het spannendste boek dat ze gelezen hebt? Nog niet echt een spannende. Dat niet. Nee. Maar dan vindt ze wel ook ziek dat er een biep op de sjaal is. Ja. En welk boek heb ze nu gekocht? Voetbal, gekke meiden en achtergroep was huilen niet. Oh, en dan gaat ze toch in inleven. Deze toch zelf voetballen? Ja. Daarvoor ook de voetbalboek Ja. Oké, ik wens in ieder geval een leesplezier. Dank je wel.